Oké, wacht even. Mag ik hem openen of wat? Ja, je mag hem openen. Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een lekkere sushi mukbang. En vandaag ben ik met... Sharon! En met... Rebecca! En vandaag is het weer mijn real-time sushi mukbang, maar dat hebben jullie waarschijnlijk al in de titel gezien. Ik zeg, laten we niet langer wachten, want let's ik go. Wel. Ik ja. wel gewoon. Stokkie. Yes, thank you. Stokkie. We hebben ook lekker drinken erbij en we hebben onze eigen sojaboontjes. Die hebben we bij de Jumbo gekocht. Ja, maar zo eten jullie dit? Dat krijg je toch nooit pakken? Nou, dat ging nog best. Het ja? ging best wel goed. We deden een beetje op een korte. Oh ja, ja. Oké. Okay. En dan, ja inderdaad, dat ging heel goed. Oké. Okay. Ja, dan komt het goed. En ik kan echt ben ik niet weer een beetje onthoofd of maakt dat niet uit? Ah, nee. Oh, dat maakt gaat niet uit. Zo ja, het gaat om het eten. Jongens, ik zeg laten we beginnen. Wat hebben wij eerst allemaal openmaken? Oh, daar had je altijd geen moeite mee. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dank je. We hebben hier garnaal en komkommer. En deze moeten we echt eerlijk verdelen. Dus 4 per persoon, anders worden we boos. Anders worden we boos. Dit is namelijk onze lievelings sushi van allemaal. Ja, zonder de komkommer. Dan hebben we hier van Christina. California. En dan zal met pitjes erop. Met pitjes. Een soort eerst met pitjes. Dat is ze. En we zagen het net en toen was het, eeuw, wat is dat? En toen was het, oh, dat lijkt best lekker. Oh, dat is best lekker. En wij hebben hier zalm en avocado. En dit is zalm en komkommer met kaas. Voor Rebecca. Mag ik jou even? Wil je geen bakje? Sorry, oh, ik dacht dat we bakjes hadden. Nee, hebben we niet. Nee, dat heeft Sharon niet. En dan hebben we ook nog lumpia's. Dus dat gaan we lekker eten. We hebben straks ook nog lekker drinken erbij. Heerlijk. Ik zeg, laten we beginnen, want ik kan hier echt niet meer. Oh, echt. De eerste hap, dat moet even... Oh ja, sojasaus inderdaad. Ik baal wel echt van die komkommer in die ene. In welke was dat dan? Ja, wel, maar niet in sushi vind ik het niet. Maar dat zit toch alleen in die? Nee, hier. Oh, hè, dat moet dat gewoon een avocado zijn, maar dat snappen ze niet bij dit sushi tent. Zit er een ding in? Ja, ja je moet even open scheuren. Kom ik weer hoor, met mijn gezeur. Ik zie je al aankomen. Ik ben er weer. Voor iedereen die mij niet leuk vond. Weg. Back. Ik ook. Kan echt niet, jongens. Oeh, jongens, ik wil even mijn eerste hap nemen, maar dan moet je hier even... Nee, dat wil ik niet, Christine. Nee, ik moet wel. Heb je nog maar één zakje geopend? Ja. Oké, okay, nou dan doen we eerst wel een eerste hap. Oké. Okay. Eerste hap. Zullen we even een eerste hap doen? Dan ga ik een kleintje doen, denk ik. Ik ga voor deze natuurlijk. Doe. Oké, okay, even stilte voor de eerste hap, ja? Even een momentje. Even een momentje van genieten. Mm-hmm. Vind je het oké? Mm-hmm. Met? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Is duidelijk. Goed gebeurd. Oké. Okay. Mm. Ja, met pitjes is lekker trouwens. Wat is dat nou? Sesam, hè? Ja, sesam. Mm-hmm. Maar het voegt wel echt wat toe, lijkt wel. Maar jullie hebben nou allebei 2 zakjes en ik heb er maar 1. Nee. Oh. We hebben allebei 2. Nou, dan neem je deze. Dan neem ik die pot. Huh? Nee, we hebben allebei 2. Dus zaten er echt 6 bij. Nee. Hè? 5. Dus. Mm. Wie heeft hem gejat? Wie heeft hem gejat? Of zit het nog in de zit ook wel in de tas. Ik neem alles mee. Oh, dit grapje snapt niemand, jongens. Nee, inderdaad. Alles is voor mij. Rebecca jat alles altijd. Ja, sorry. Nodig mij niet zomaar uit. Alles is spoorloos. Oh, het geeft die pitjes. Je proeft het echt. Ja? Oh mijn god, ik heb nog steeds niet geproefd. Oh, die. Ik dacht dat. Ik dacht nee, dat die dan. Dat zijn geen pitjes. Nee, maar daarom snapte ik het dan niet. Nee, je proeft het echt goed. Oké, okay, ik wil hem ook proeven dan. Je zet het ook gewoon echt in je saus. Bonen? Ja, ik weet niet hoe ik dat ga doen. Mm, ik wil ook wel. Mm, je proeft het echt. Wel lekker. Ja, hè? Mm-hmm. Dit is oké. Okay. Oh, wacht nog een klein beetje. Moeten we even inkomen met die stokjes? Ja, erg hè? God, man. Wanneer is jullie laatste keer dat jullie sushi hebben gegeten? Met jou. 2 weken geleden. Is dat 2 weken? Dat was ook mijn laatste keer. Ja? Ik was een heel jij bezoek. Niet meer? Nee. Oh, dat is uniek. Heb je afkeersverschijnselen? Een beetje. Ik was vorige week in Hilversum bij een foodhalle. Ja. Mout, volgens mij. Heb ik de lekkerste sushi ooit gehad. Yeah. Oh my god, dan moet je ook nog verder dan in Amsterdam. Ja. Dit was, maar dat was ook echt een heftige. Ik had hem op mijn Insta-story. Had je ook met garnaal erin, maar dan zat er ook nog een gebakken soort vis overheen. En heel veel teriyaki saus. Wow. Maar het was echt, oh mijn god, die was zo lekker.
In Hilversum, en hoe heette dat? Mout, volgens mij. M-O-U-T. Wie kent dat? Laat even weten of die echt zo goed is. Ja, ik heb er nooit van gehoord. Dan ga ik gewoon speciaal naar Hilversum. Echt, hè? Om sushi te eten daar. Echt, ik maar zou eerlijk, doen. Sinds ik die sushi heb ontdekt daar in Amsterdam op Centraal Station. Ik kan dit niet. Ik, alles valt tegen. Ja? Mm-hmm. Dat is echt. Nee, ja. Mm-hmm. Het is lekker, maar nou, het is niet dat je denkt van... Wow, ja, waar je deze op pakken? Nee, het nadeel in Amsterdam, ik vind die eitjes niet lekker. Die zijn in Amsterdam erop doen. Oh, ze zijn heel groot. Maar ik weet niet, ja, dit is heel groot. Ik vind het echt, ik vind dat die sushi daar gewoon allerbeste ever. Gaan ze weer met natuur wasabi. Echt, hè? Jij eet toch ook wasabi? Niet. Oh, dan ben je deze gewoon helemaal alleen. Mm-hmm. Jij bent blij. Mm. Wow, deze is heel erg lekker. Ja? Met zalm en avocado, heel lekker. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Welke heb jij nou? Mijn god. Lipstick was ook echt een slecht idee. Mm-hmm. Weet je waar ik over na zat te denken? Ik wil eigenlijk voor vandaag een mukbang tag gaan verzinnen, maar ik ben het helemaal vergeten. Die je opneemt voor tijdens wat? Een mukbang? Ja, die je opneemt tijdens de mukbang. Gewoon dat je standaard vragen hebt. Nou, wat zit hier met je eten? Wat hoor ik? Weer een helikopter? Wow, het is hier echt druk in Leeuwarden, man. Ja, een jongen is nog vermist. Misschien is daar wel voor. Wat? Een jongen vermist? Heb je dat niet meegekregen? Nee, wat is er dan? Ja, maar we zijn nu in het buitenland. Er is al heel lang hier, of een week nu denk ik. Niet heel lang. Hè, echt waar? Ja, een 18-jarige jongen is vermist. Oh? Die is stap geweest en toen was hij zo dronken. Zijn mobiel is gevonden bij de CNA. Eww. En nu is hij al heel lang weg. Laatst was hij jarig, is hij ook niet thuis gekomen. Ze hebben de grachten allemaal afgezocht. Nee. Dus nu zijn ze naar op zoek. Ja, nou, ze zijn nog steeds bezig. Volgens mij zijn ze ook nog vrijwilligers aan het zoeken. Wauw. Maar ze zeggen dat hij misschien nog boven kan drijven in de gracht. Eww. Oh. Heel naar. Nee. Daar denk ik niet over na. Dat hij dus zo dronken is geweest dat hij gewoon ergens in de gracht is. Oh, gewoon. Het gebeurt echt vaak nog, hoor. Ja, het gebeurt ook echt wel vaak. Ja, maar toch dacht ik dat het meer iets van toeristen zou zijn. Nee, als je zo dronken bent en dan. Dus maar dat was ook hekjes en zo, hè? Nee, dat is ook zo. Dat is zo gevaarlijk. Ik had het net wel dat we hier de bus uitstapten. Dat ik dacht: oh wow, hallo water. Ja. Je bent gelijk bij het water. Ja. Dat is echt lekker. Ja, is lekker, hè? Met die zijn echt heel groot. Ze zijn echt grote stukken. Iemand die vroeg aan jou: waarom doe je niet de wasabi in de saus? Waarom doe je dat niet? Vind ik niet lekker. Nou, ik vind het wel lekker, maar dit is heel. Heel veel pittig. Ja. Dan heb je gelijk alles. Ja. Ik kreeg gisteren toevallig een reactie van iemand die het nu ook doet. Mm. Omdat ze dat mij telkens zag doen. Wat grappig. Maar het is echt lekker, want zo proef je tenminste echt de pittigheid. Dat is dus echt wat ik niet mis bij sushi. Nee? Oh, ik vind het heerlijk. Ja, gember, pittigheid wel. Ik hou gewoon van gember. Ik ben een basic bitch. Jij bent gember. Ja, maar jij bent nog sowieso best wel maagdig met sushi eten. Maagdig? Nou, we hebben al veel gehoord van jou vandaag. Ja, jongen. Nee, maar jij eet het al helemaal niet zo lang. Ja. En steeds een kleine stapjes, toch? Jawel. Ja? Wanneer had je het dan voor het eerst of weet je dat niet? Nee, dat is echt lang geleden. Ja? Toch wel. Echt goed voor het eerst is zeker 2 jaar geleden. Oh, dat vond je best wel, zeg maar. En toen was je ook al meteen verkocht, of niet? Ja. Oh, maar ik dacht echt dat je dat nog helemaal niet zo lang... Jawel. Alleen... handroll en zo nog niet. Oh ja. Dat moet je allemaal nog leren. Ja. Die mis ik echt zo erg. Ja, ja, die mis ik dus ook. Die vind ik ook zo lekker. Ja, sorry jongens, dat is Leeuwarden. Die heb ik dat niet. Maar volgende keer weer. Als ik dat wist van tevoren, dan was ik niet gekomen. Ja. Dat hele eind. De Calo Lelystad kunnen jullie ook wel een keer bezoeken, hoor. Maar je zegt dat je daar ook geen handroll hebt. Echt wel? Oh wel. Hey. Shit, deze is veel te groot. Lelystad is niet heel erg. Oh, die is echt groot. Oeh! Ik denk dat ik dat de minst lekkere sushi vind. De California. Ja, ik ook. En de Futomaki. Heet die zo? Futo? Wat vind ik ook niet lekker. Die is heel groot. Zit volgens mij krap in. Alleen maar krap? Ja, ik weet het niet. Sorry, ik weet dat het echt groot is. Ja, met zwart aan de buitenkant. Het volgens mij Futo. Maar ook echt alle sushi tenten. Die hebben toch weer andere namen. Ja. En andere dingen. True. Ja. Maar California sushi is echt zo'n standaard sushi die iedereen altijd lekker vindt. Kun je wel een keer een sushi roulette doen? Dat je gewoon. Maar wat dat je bestelt. Moet. Dat je ze belt en zegt: doe maar gewoon wat voor 5 euro. Ja, maar ik ben echt bang met je inktvis en zo. No, zo ik ook, ja. Dat is niks voor mij, maar misschien voor je. Oh, die zou het durven, inderdaad. Mm.
Ik ben een hele moeilijke eter. Dus ik zou het wel durven, maar het probleem is, als ik zin heb in sushi, dan wil ik ook echt bestellen wat ik wil. Ja. En dan krijg je straks binnen en dan denk je, oh, is dit het? Het is wel leuk voor een video. Maar zo duur. Ja. Prijzig inderdaad. Ja. Christina straks. Oh ja. YouTube maar niet. Jongen! Nog even jongen, je hebt 100k. Nou. Dan doen we dit elke week. Ja, even naar Leeuwarden. Ja. Nou, ook een keer naar Lelystad, oké? Okay? Mag dat? Ja, ik wil wel een keer naar Lelystad. Ja, dat heb ik nog nooit. Ik ben ook echt benieuwd naar jou. Er is ook echt niks aan. Nou. Lelystad niet? Mm-mm. Leeuwarden is ook niet geweldig. Maar wat is nou een... Stel, er komt een toerist naar jou op bezoek. Waar neem je hem dan mee naartoe? Als hij per se naar Lelystad wil? Ja. Ja, dan zou ik toch, ondanks dat ik er geen zak aan vind, naar Batavia stad gaan. Oh ja, want dat is wel een toeristisch gedeelte van Lelystad. Ja, het is echt een outlet. We hebben natuurlijk maar 2 outlets of zo in Nederland. Roermond en Lelystad. Mm. Ben je er nooit geweest? Mm-mm. Hoeft ook niet. Nee. Nu ik er gewerkt heb, vind ik het helemaal echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik wilde wat anders zeggen, mm-hmm, maar... Goed zo. Mm. Het is echt stom. Oké. Okay. En jij dan in Leeuwarden? Goeie vraag. Ik zou het echt niet. Ik woon hier ook nog niet zo lang, hè? Nee, maar goed, maar je komt wel uit Friesland. Dus jij weet toch niet wel. Niet officieel. Wat... Niet? Hé, je wilt toch? Je bent toch in Friesland geboren? Oh, dat dacht ik ook. Hè? Nee, Gouda. Wat leren wij vandaag veel over elkaar? Ja, echt. Dit is namelijk onze derde video die we vandaag opnemen. En bij elke video was het. Hè? Hè? Hoezo? Nee. Ja, we hebben heel wat leren kennen over elkaar. Of zometeen na alle video's. Dan even bij elkaar komen zitten. En even uithoren. Zonder camera. Ja, als de camera uit is. Nou, nou dan komen weet je wat ik wel jammer vind? Volgens mij zit ik wel echt. Recht voor de kerstboom. Ja, je ziet hem niet. Je ziet hem niet. Ik dacht, dit is zo'n gezellig hoekje, maar uit eindstand zitten we al helemaal voor dat hoekje. Hij zou net nog tussen ons in kunnen, maar dan moeten we hem weer verplaatsen. Dus nee, dat. Dan gaat hij nu. Je gaat hem niet worden, hè? Mm-hmm. Oh, hier lag ook gewoon nog één. Ik ga mijn drankje even testen. Oh, dit is een goeie. Ik wil normaal in de sojasaus. Ik vind de volgens mij is het voor jou erbij. Heel zoet. Ja, nou, maar ik hou van zoet. Ik heb de. K, ik heb sparkling pineapple drink. Gewoon van de Jumbo. Ja, ik ook van de Jumbo, maar dan de Fanta variant. Ik ook van de Jumbo. Die van Mobu Mobu. Mobu Mobu. Ik heb de kokosversie, daar heb ik nog nooit gehad. Ik heb echt bijna alle Mobu Mobu gehad. En ik vond ze allemaal die niet van kokos. Omdat ik hem nooit zag. Oh. Nou, zag ik hem. Leeuwarden. Maar ik vond oprecht deze Jumbo van jullie vond ik echt heel erg leuk. Ja, vooral de koekjes afdelen. Echt een uitje. Echt heel veel. Echt een uitje bij de Jumbo. Maar die van jou kwam ook echt uit het Amerikaanse hoekje vandaan. Ja, maar ik vind dat jullie hele leuke dingen hebben bij dat Amerikaanse hoekje en bij dat Aziatische hoekje. Dat hebben wij niet in Groningen. In Groningen. In Groningen. Groningen. We zitten echt in spanning af te wachten wat Sharon ervan vindt. Oké. Beter dan die vorige. 9 keer. Eeuw. Wat beter steeds dan die vorige? Oeh. Ja? Hè? Dat ruikt heel bekend. Mijn camera is leeg. Oh. Hoe kan dat? Ik heb wel extra batterij mee trouwens, die gewoon vol zijn. Oh ja? Okay. Ja. Nou, doen we er ook. Oh, ik natuurlijk ook. Mijn camera is leeg, we gaan een nieuwe batterij erin doen. En je ziet het enige knipje dat erin gaat zitten. Mijn camera is kijk. Nee, we mogen niet eten, hè? Shit, nee, we mogen niet eten. Oh, schiet, het wordt koud. We gaan. Ik heb dus 1 keer in mijn mukbang gezegd dat het koud wordt. En ik krijg tot de dag. Dat heb je in je vorige mukbang volgens mij ook gezegd. Want mensen dat je dat. Oh, vertelde. Ik val in herhaling. Oké, okay, nee. Ik doe hem even uit. Oh, weer geen echte real time. Sorry. Niks gegeten, niks aangeraakt. Het is nog steeds real time. Alleen maar even 2 seconden geknipt. Even 2 seconden geknipt. Maakt niet uit. Maar we hebben weer een lege, of ik bedoel, een volle batterij. Een batterij erin. Dus we kunnen weer er tegenaan. Waar hadden we het net over? Over toeristische plekjes. Nou, weet je wat voor ja, dat Sharon dus niet hier vandaan komt. Gewoon ook een buitenlander ben net als jullie. Ja. Waar kwam je nou? Gouda? Gouda. Maar wat heeft jou dan naar het noorden gebracht? Maar je ouders ook?
Mijn ouders gingen scheiden en toen werd mijn moeder verliefd op een Fries op de camping in Drenthe. Ik wil echt zeggen, de liefde, het is nog zo wel. Ja, de liefde, jongen. Toen moest ik hierheen. En jij ging die proberen. Oh ja. En ik heb nog een vraag. Oh, dit is ASMR. Q&A. Wat voor vraag? Mm-hmm. Nou, ik krijg toch binnenkort bezoek uit het buitenland. Mm-hmm. Ja. Oh, en ik wil ze gewoon leuke plekjes laten zien in Groningen of zo bijvoorbeeld. Nou, prime. Wow. Zoet. Lekker? Mijn ook. Ik hou wel van zoet. Dit is het? Nee. Dit is maar goed. Ik was echt heel erg te denken van, waar moet ik ze mee naartoe? Wat moet ik ze laten zien? Ik voel het weet het gewoon niet. Ja, ik weet het ook niet in Groningen, omdat ik daar echt twee keer geweest ben. Ja. Nee, je vraagt het ook aan ons, maar weet je ook niet echt bekend daar, hè? Dan vraag ik ook aan mijn kijkers uit Groningen. Ja, ik denk dat dat beter is inderdaad. Om het aan hun te vragen. God man, dit gaat weer soepel. Gewoon de stad in. En? Zou dit mijn eerste mogelijk zijn die ik niet lekker vind? Mag ik ruiken? Echt? Kook nog niet lekker. Oh, hij is heel raar. Daar hebben we niks. Hij is cremerig of zo. Kijk, meester. Oh, lekker meid. Pak hem even met de hand. Ja, dat wordt lekker. Pak even met een lepel. Pak even een lepel. Oh nee, Sharon, dat kan echt. Hij is compleet uit elkaar gevallen gewoon. Daar kan je beter mee omgaan. Wauw. Schat hem op. Pak even een vork. Een vork? Dit wordt de eerste keer dat er een vork voorbij komt in mijn sushi mukbang. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dat mag ook niet. Weet je wat ik vroeger deed? Dan krijg je zoveel haat, Sharon. Nu krijg je zoveel haat. Weet je wat ik vroeger deed? Sushi noob. Toen ik bij Sushi Mall uit eten ging en ik kon nog niet mijn stokjes eten, bestelde ik eerst een salade. Oh, dan kon je dan een vork bestellen? En dan kwam het met een vork en dan hield ik dit vork. Dat is een life hack. Die heb ik ook wel gehoord, ja. Maar je hebt ook kinderstokjes. Mm-hmm. Ja, maar dat lijkt me echt eerlijk nog veel moeilijker. Heel goed. God, dit is echt een ellende. Ik ben helemaal doorbeet in sojasaus. Lekker. Het is wel lekker, ja. Ja, heerlijk. Lekker zout. Mm. Hebben jullie dat ook, dat als jullie sushi hebben gegeten, dat jullie zo'n immense dorst hebben? Komt echt door de saus, ja. Ja, maar elke keer dan zit het wel zo vol, maar dan heb ik zoveel dorst dat ik alleen maar voller zit. Ja. Maar het blijft lekker. Ja. Voorheen was ik altijd bij sushi als ik het aan het eten was. En ik was klaar dat ik echt dacht, oh, een maand niet meer. En nu denk ik aan de reizen van nu al, oh, dat heb ik ook morgen echt weer eten. Dan denk ik morgenochtend gewoon alweer van, oh, ja, sushi. Mag ik weer? En eerst was ik inderdaad ook echt gewoon wel 2 weken klaar mee. Ja, ja? Nooit gehad. Ja, waarschijnlijk omdat ik altijd te veel at. En nu weet ik mijn grens. Ja. Het is net als vroeger, als je ging drinken. In het begin wist je je grens niet. Nee, nu weet je dat wel. En als met sushi nu. Ik weet het nog steeds niet. Sharon ook niet. Sharon ook niet, nee. We zouden de wereld om dat video laten zien. Oh, als dat een keer zou mogen, Sharon, dan zou je weten. Gewoon doen. Ja. Dan wordt een viraltje. En wat? Wat? Een viraltje. Oh. Nou. Oh ja, dat zou wel heel goed zijn trouwens, hé. Mag ook gewoon. Nou. Ja. Nee, ik denk dat die wel meevalt. Jongens, willen jullie dat wij een keer een dronken storytime opnemen? Ik zit onder de real show. Time. Een dronken storytime. Real time. Real time. Dat is wel gaan we dan, gaan we dan drinken en verhaal? Nou, is dat eerst drinken, dan wat is vertellen. Het voor sushi? Je kan er gewoon niet mee overweg. Mm. Heel veel mensen vinden het heel irritant, hè, als je thuis het eten dan zegt. Oh, sorry. Oh, heerlijk. Maar ik merk wel net als vingers likken. Ja. Dat is ook heel vervelend. Voordat je dan nu aan je haar zit. Ja. Oh, die comment hebben we gehad bij ons. Was het nou steek tegen mij? Oh, nee, wat dan? Dat was letterlijk op haar kanaal. Ja, dat was onze video. Ja, dat is net uit te denken. En jullie zitten ook al aan jullie haar. Godverdamme. Ik snap het niet. Mijn haar is zo vies. Ik heb even met stokjes. Waarom? Wat maakt het dan uit? Ja, maar ondanks dat ik nu een boom zou pakken en eten. Ik ben het toch? Ja. Dus ja. Mijn haar. Ja, het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Nee, ik snap het ook niet heel erg. Het zijn van die German folks, denk ik. Heel bacteriën. Ja. Nasty. Heb ik sowieso niet zo snel, moet ik zeggen. Ik ook niet. Ik ben er net over na te denken, maar heb ik ook niet. Dat nee. Nou, ze heeft wel zijn grenzen uit. Kijk, dat ligt niet aan mij. Alles heeft zijn grenzen. Ik bedoel, je hoeft niet nu de sushi op de grond te leggen en dan gaan we lekker eten. Maar nee.
Zeg ik niet mee trouwens dat je vloer echt smerig is, maar... Oh, ik wel. Nee. Je moest dus weten. Ik had witte sokken aan. All jokes aside. Yes. Wat vinden jullie... Wat? Wat zei je? All jokes aside. Oh. Maar je zei het in zo'n domme accent. Ik verzoek echt Jones accent of zo. Huh? Oké. Okay. Wat is dat? Vertel. Wat vinden jullie van de sushi? Oh ja. Ik heb lekkere gehad. Ja, hè? Ja. Ik dus ook. Ja. Heel eerlijk. Mm-hmm. Nou ja, Friesland. Ja, ik wou die andere, maar jij wou per se... Nee, ik wou mijn handen om. Hoe heet het? Je kaasding. Maar bij die andere sushi tent hier krijg je die garnaal met broodkruimels. Ja, hè? Dat is een beetje crunchy. Ja, maar dat vind ik niet zo lekker, want het smaakt zo naar brood. Echt? Oh, nee, dat heb ik niet. Maar die vind ik lekker omdat er niet die komkommer in zit. En, ja, maar proef jij hem echt? Ja, nou, ik vind het... Nee, ik had het erg verwacht hoor. Het valt me mee. Maar met avocado vind ik lekkerder, of zonder iets. Ja, dat sowieso. Ja. Met avocado is gewoon lekkerder. Ja, maar... Feit. Maar die andere waren ook niet heel lekker bij die andere tent. Weet je nog wat we allebei zeiden van, die vinden we niet zo. Groene... Ja, Leeuwarden moet gewoon even step up their game met de sushi. Ja. Deze ik ga er gewoon even beginnen. Sushi restaurant. Inderdaad. Alles zonder komkommer. Ik vertrek. Leeuwarden, sushi restaurant. Dus ik vertrek eigenlijk niet, maar... Oh ja, ik denk dat het best wel goed zou zijn. Want er zitten er hier maar twee. Ja. Nee. Oh, één meer? En er zit nog twee. Alleen één bezorgt niet en de ander die heeft echt helemaal niks. Dat is ook meer Chinees. Oh, zo. Dus er mist echt nog wel wat. Nou. Culturele hoofdstad volgend jaar, hè? Dan heb je maar 4 sushi tentjes. Nou, dat kan echt niet. Zelfs Lelystad hebben 2. Nee, 3 zelfs. Nou. Wij? Wow. Oh, dan ben ik echt blij met Groningen, want ja, Groningen onze sushi voorraadje is best wel chill. Sushi voorraadje. Jij moet erin beginnen. Nee, daar heb ze veel te druk voor. Dat gaat niet. Ik zou het ook gewoon niet willen hoor. Iets met horeca doen. Ach nee, ik ook niet. Ik heb te lang in de horeca gewerkt om eigen horecabedrijf te willen. Maar ik sprak ook ellende. Maar ik sprak ook iemand die zei van, joh, ik heb mijn hele leven in de horeca gewerkt en nu heb ik mijn eigen zaak en ik moet er niet aan denken om op kantoor te zitten. Ja, wat okay. Ik ook wel snap, want je bent altijd heel erg sociaal. Ja. Onder de mensen. Onder de mensen. Hoeveel heb je dan even die gehad? Weet ik niet. Even terugkijken zo meteen. Pak maar hoor. Maar ik wil sowieso even deze, want deze ja, vind neem ik ook heel erg lekker. Oké, dan neem ik. Oh, en daar heb ik echt nog maar 1 van gehad. Oh. Ja, ik ook. Minis. Oh, echt? Hebben ze de rest opgegeten? Oh, van die minis. Ja. Oh, dan ben ik dat geweest, denk ik. Omdat ze zo lekker dichtbij liggen. Ja? Omdat ik deze niet gehad heb. Zie je straks op beeld dat ik alles opgegeten heb. We gaan het tellen, oké? Okay? Ik ga niet weer beginnen over dat rupsje, maar... dat ben ik. Even, maar... Wat was nou het verhaal achter dat rupsje nooit genoeg? Dat ik alles opat. We hadden die Japanse snoep geproefd. Mm-hmm. En ik was telkens met, oh, ik eet het, oh, ja, dat laatste hapje, dat eet ik wel op. En dat ben ik echt. Maar dat deed hij ook in dat sprookje? Gewoon een dikke rups. Hij at altijd en hij had zeg maar nooit een vol gevoel. Hij at alleen maar. Ja. Dus dat zei ik ook. Van, als je het kent, weet je, dan herken je jezelf er misschien ook en wel in. 99% van de comments gaan daarover. Ging er daarover, ja. Nu weer. Ken jij rups je nooit gevoel? Laat het even weten bij de comments. Ja, maar echt. Heel veel gingen erover, maar ik had echt niet verwacht dat het zo groot was. Nee, want wij hadden het net 1 seconde erover en de comments ontploften. Mm-hmm. Hebben ze wel echt de video gekeken? Mm-hmm. Ja, dat is dan weer chill. Wow. Lekker hè? Mm-hmm. Hey, ik ga toch even mijn drankje er weer bij pakken, want de rest is toch al op. Dat is met kaas hè? Ja, die is met kaas. En lumpia's zijn op en we hebben nog een paar bonen. We hadden niet zoveel. Nee, ik heb echt nog wel honger. Ik ook. We hebben koekjes. Zullen we zo meteen koekjes erbij halen? Kerstkoekjes. We hebben 3 soorten, echt zoveel. Ja, we hebben net... En die karamelballetjes hier. Ja. En jij moet nog je thee, maar dat doen we straks. Mm-hmm. We gaan zo ook thee zetten. Ik wil thee en koffie en water. Oh nee, ik heb water nog staan. En Fanta. Ook nog. Jongens, wat een feest. Nou. Maar hoe ruikt die van jou dan? Is ook pijnappel. Oh, wel beter. Ja. Maar je heeft weer een beetje zo'n, wat hij vorige ook had, een beetje een vanille smaakje erbij. Ja, er zit iets bij. Nee, deze vind ik oprecht niet lekker. Deze moet je niet kopen. Mogu kokos. Ja. Smaakt niet te erg naar kokoswater.
Want nee, dat vind ik echt vies. Nee, het is gewoon bleh. Het smaakt dan naar niks. Het smaakt echt bleh. Nee, het is echt een beetje ranzig. Gaan we koekjes eten of gaan we deze video afronden? Nou, hij is... Weet ik niet hoe lang. 10 minuutjes. 11 minuutjes. Oh nee, we hadden daarvoor nog gefilmd. Dus hij komt net niet op een half uurtje. Kijk, maar we hadden niet veel. Nee, we hadden echt best wel weinig. Nou, dit is dan toch wel lang genoeg. Maar koekjes eten, ik weet niet of iemand daarop zit te wachten. Nee, dat gaan we zo meteen lekker doen bij ons koekje. Ja. Oké, jongens, ik wil jullie in ieder geval heel bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hopelijk tot de volgende keer. En op onze kanaal staat ook een video. Oh ja, sorry, ik vergeet dat altijd. Maar bij ons wel weer een tip, hè? Met abonneer op mijn kanaal. Wow. Ja, dat deed je. Op mijn WKH-kanaal hebben wij een storytime of een adviesvideo over liefde en relaties. En op het kanaal van Sharon staat er een leuke tag. Ja, we staan onder in de beschrijving even gelinkt. Uiteraard. 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 Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Is dat hem uit? Ja.